In 2012 kreeg ik het idee om de adviesgroep Kanker in de Zwangerschap op te richten. En heb ik mensen gevonden die hier net zo gepassioneerd over waren als ik. Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie er zijn. De adviesgroep Kanker in de Zwangerschap is er voor artsen die steun nodig hebben of een team met zich mee willen laten denken over hun patiënt die kanker in de zwangerschap heeft. En dan zie je hier heel klein de foetus en hier is de tumor. De diagnose kanker is sowieso natuurlijk een hele heftige diagnose, dus dat doet heel veel met een persoon. Maar helemaal tijdens de zwangerschap, want dan is het eigenlijk dubbel. Je hebt niet alleen maar de zorgen om je eigen gezondheid, maar ook de zorgen voor je ongeboren kindje. En is het de eerste zwangerschap? Als arts kom je natuurlijk niet heel vaak zo'n situatie tegen. Het is relatief zeldzaam. En dan sta je natuurlijk wel voor een dilemma. Nou, ik snap dat dit heel lastig is voor je. Voor de moeder is een bepaalde oncologische behandeling het best. Voor het kind is het natuurlijk beter om ouder te worden. Hè? Om die zwangerschap gewoon verder te laten groeien. En dat kan op sommige momenten met elkaar botsen. En dan moeten er lastige beslissingen worden genomen. Dus ik hoor heel graag jullie mening daarover. Inmiddels bestaat de adviesgroep uit 28 leden. Uit ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. Die allemaal een andere achtergrond hebben. Die diverse achtergrond van deze artsen maakt dat we een heel multidisciplinair plan kunnen maken. En dat aan alle dingen gedacht wordt. Je kan het eigenlijk zien als 28 second opinions in één keer. De insteek is altijd wat zouden we doen buiten de zwangerschap. En dan ga je kijken of dat toe te passen is in de zwangerschap. Bij voorkeur doen we natuurlijk de standaardbehandeling en zouden we nu ook met chemotherapie willen starten. Het belangrijkste dat onderzoek op dit moment duidelijk gemaakt heeft, is dat als een moeder tijdens haar zwangerschap chemotherapie krijgt, dat dit geen nefaste gevolgen heeft voor het kind en dat eigenlijk een normaal kind geboren wordt. En het is bijzonder fijn om dan ook te zien dat de adviesgroep die resultaten gebruikt om dit advies te gaan formuleren aan onze patiënten. Hoe is het met je? Het was een heftige tijd, maar de finish is er. Ik doe dit omdat ik vind dat patiënten die in zo'n moeilijke situatie zitten en iets hebben wat niet vaak voorkomt, ook die optimale zorg verdienen. Ze is prachtig. Als je dan weer zo'n moeder terugziet, zie je wel van dit is waar we al die inspanning voor leveren. Wat goed dat je er hebt meegenomen. Dit is wel waar we het met z'n allen voor doen. Wij hebben de Patient Impact Award gewonnen van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. Dat geeft aan dat men ziet dat er een meerwaarde is voor de patiënt. En dat we iets nieuws met elkaar hebben opgezet. Het is altijd fijn om waardering te krijgen voor het werk dat je hebt gedaan.